Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, is momenteel bezig met werkzaamheden aan de Mangolaan, waarbij ook rioleringsbuizen worden aangelegd. Een aantal kunststofbuizen die ter plekke lagen, zijn in de afgelopen nacht in vlammen opgegaan. De politie is ingeschakeld voor onderzoek, maar heeft tot op dit moment geen aanwijzingen. Waarnemend onderdirecteur droge civiel-technische werken bij het ministerie van OWTNC, Avinash Deu, laat het Nationaal Informatieinstituut weten dat een hoeveelheid kunststofbuizen die bekend staan als PE-buizen pas waren aangevoerd en afgedekt met geotextiel en in de afgelopen nacht omstreeks 3 uur is afgebrand. Hoe de brand is uitgebroken of gesticht, moet nog worden onderzocht door de politie. Ik heb grote vlammen gezien. De tijd van 3:10 zo heb ik die grote vlam gezien. Wel, het is een laffe manier, zeg ik. Want ik zie gewoon vlammen voor mijn huis. Ik dacht, wie zou dat zijn? Wat is het eerste wat u hebt gedaan? Ik heb die kinderen gezegd, begin de politie te bellen en de brandweer. En ik begin die auto's net te maken, want het was allemaal heet. Twee auto's van mijn dochter en mijn zoon, die achter lampen zijn gesmolten. En die dag goed daar, die plantjes, dat zijn die... Die dingen die veroorzaakt is door de brand. Ik vind het erg, helemaal erg. Ik ben Rashad, raadlid van Rienville. En we hebben gehoord dat hier de buizen die in de lozing zouden geplaatst worden, in brand zijn gestoken. En vandaar dat we hier zijn komen oriënteren om te kijken hoe de zaak loopt. Want Mangolaan is een van de prioriteiten van ons plan die gerealiseerd moet worden. De asfalteringswerkzaamheden. En ik vind het erg dat door dit soort dingen een stagnatie gaat komen nu. Want als je een x aantal buizen vernietigt. Ik zie dat ook een machine van het bedrijf is vernietigd. En natuurlijk ook de buren die zelfs geen schuld eraan hebben. Die hun dakgoot, hun auto's zijn vernietigd. Dus daar zou ik komen oriënteren hier, hoe het staat als resortraad. Hier achter mij staat inderdaad een mini-opslag van kunststof, PVC en zogenaamde PE-buizen. Vannacht, de nacht van 16 op 17 april, is dus het grootste deel van de voorraad verbrand, in brand gestoken door onverlaten. Het betreft hier om 9 lengtes rond 80 buizen. Dat is ongeveer 50 meter rond 80 buizen. En 4 lengtes rond 60 buizen. Dat is ongeveer 20, 25 meter. En er was ook een aantal rollen geotextiel om de buizen te beschermen. Die zijn ook helaas ook verbrand vannacht. Als we dat moeten uitzetten tegen een x-bedrag, hoe groot is de schade? De buizen worden nog niet verwerkt, maar als we denken aan inkoopprijs, dan moeten we denken aan 20.000, 30.000 US dollar. Maar als het verwerkt is, is het natuurlijk vele malen meer qua verwerkt. Dus, maar niet alleen de materiaalkosten en de schade, maar ook, we hebben ook een vertraging opgelopen in het werk. Want de buizen komen bijvoorbeeld helemaal uit Duitsland, dat was een speciale bestelling. En nu moeten ze weer besteld worden, de hulpmaterialen moeten besteld worden. Dus niet alleen het bedrag is heel erg vervelend, maar ook de voorraad die niet in Suriname is op dit moment. Deze buizen zouden gebruikt worden in de Ratan Umro Singstraat. Dat is aan de voorkant van de Mangolaan. De buizen zijn er helaas nu niet meer, dus dat werk wordt eventjes on hold gezet. Maar het werk gaat wel gewoon door. We gaan gewoon door in de Mangolaan met de normale rond 60 buizen. Want de rond 80 buizen zouden in de Ratan Umro Singstraat gebruikt worden. Dus het werk gaat wel normaal voortgang, gelukkig, met de rond 60 buizen. De werkzaamheden waren officieel gepland voor circa oktober af te ronden. We hebben onverwacht toch wel wat veel regens gehad, dus we hebben een kleine vertraging. Maar nu zitten we toch wel op, we hebben toch al 500 meter aan buis gelegd. Dus dat loopt wel redelijk goed, maar het weer heeft toch een beetje een vertraging gezorgd.
wel alert zijn. Want je wordt wakker en je ziet alleen maar verrassingen, 's morgens. Ja toch? Ik heb het ook niet verwacht. Helemaal niet. Ik denk wel dat er een oplossing zal komen. Maar gewoon even rust. Dit moet ons derde veld slaan dat een paar buizen in brand zijn gestoken. Het werk moet doorgaan. Want de prioriteit is dat we de mensen een goede weg, goede afwatering hier geven. De bewoners vragen om ook goed op te letten. Ook in de cel over ons ook. Als ze onregelmatigheden constateren, om het op eventjes aan de security guards die verderop in de straat zijn te melden. En ook in de cel voor ons. Zijn er verder ook nog speciale voorzieningen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen? Vast wel, ja. Ik denk dat de aannemers een opslag dus nu zal plekken op een centrale plaats zal zetten. Dat is aan de achterzijde van de Mangolaan, waar ook zijn machines geparkeerd staan.